Christian Reijnen, jullie zitten bij de laatste vier op het WK. Doel is een medaille. Jullie zijn heel dichtbij nu, hè? Ja, zeker. Ja, daar zijn we dichtbij. Maar we hebben nog niks. Dus even een dagje heel even nagenieten vanavond. Morgen knop weer om. En dan voorbereiden op zaterdag. En dan hoop ik dat er weer zo'n sfeer is. Ik verwacht hem wel. En dat we, ja, dat we gewoon ons niveau gaan halen. Hoe heb jij die wedstrijd beleefd, Christian? Ja, dat is een hele zware wedstrijd. Die jongens hebben er echt een ook compliment aan hun. Die hebben er echt een hoog niveau van gemaakt. Samen met ons heel veel block defense. Dus ook super defense van Reijnen. En ja, ik denk uiteindelijk wel dat, dat we op tactisch gebied gewonnen hebben. De sfeer hier in het Center Court was eigenlijk sinds de opening al goed. Maar vanavond was het wel heel bijzonder, hè? Ja, het was echt geweldig. Het was echt genieten. En, volgens mij waren we bijna helemaal vol. Tenminste, dat kreeg ik mee in ieder geval. Maar ze staan echt als een man achter ons en dat is geweldig om mee te maken. Dus zo enthousiast, positief en ze moedigen ons echt uit. Het is echt een extra steuntje in de rug, echt. Je bent zelf 38, je speelde vandaag tegen Haydn die 42 is, de oudste speler op het WK. Betekent dat je nog even mee kunt, hè? Ja, ja dat zou kunnen, ja. Ik weet niet of ik dat wil, maar ik heb er voorlopig nog steeds heel veel lol in. En, nou ja, goed, het niveau is hoog genoeg nog, dus waarom niet? Jullie spelen zaterdag in de halffinale tegen Pedro Evandro uit Brazilië. Wat weet je van dat team? We hebben in Stavanger tegen gespeeld. We hebben de eerste set heel dik gewonnen en daarna eigenlijk twee sets heel dik op de kloten gehad. Dus we weten er veel van. Ze hebben ook heel veel wedstrijden gespeeld, we hebben heel veel teams. Dus ze zijn sterk, ze serveren goed, blokkeren goed. Maar we kunnen ze zeker hebben. Mooi, dankjewel. Veel succes in de voorbereiding. Ja, dankjewel.